Telesuur heeft zaterdag een demonstratie gehouden van het Safe City project. Dat onderdeel is van het Telesuur Nationaal Breedbandplan dat thans in uitvoering is. De activiteit vond plaats bij de aanmeersteiger de Leonsberg. De aanwezigen kregen inzicht in de werking van de hypermoderne en multifunctionele surveillancecamera's. De demonstratie is gehouden voor de minister van Justitie en Politie, de korpschef, de directeur Nationale Veiligheid, de procureur-generaal en de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Volgens Gadelito Hewaki, president-commissaris van de RVC van Telesuur, moet het project in december 2018 zijn afgerond. Fase 1 is gestart in Groot Paramaribo en worden op 100 locaties surveillancecamera's geïnstalleerd. Een comment center waar niet alleen de camera's bekeken kunnen worden, maar er is ook dus een locatie. Het comment center is een locatie waarbij indien de burgers bellen die nu naar 115 of 110, ik ken niet alle nummers, nu op dit moment moet je nummers onthouden. Straks is het een feit dat als er anything gebeurt, je gewoon naar een van de nummers kan bellen en het komt binnen in het comment center en van daaruit wordt het werk voor u gedaan om verder te dispatchen. En niet dat u hoort van nee, u belt voor een brand, dus u moet naar de brandweer bellen waardoor u kostbare tijd verliest. Een datacenter waarin alle beelden worden bewerkt en opgeslagen en emergency communication en dat hoort in dat er een installatie komt voor de politie en de veiligheidsdiensten dat als er een calamiteit mag zijn of een event, dat er emergency communication voor ze mogelijk is, heel snel te deployen en dan kunnen ze met elkaar communiceren, ook al is er congestie op andere netwerken. De demonstratie is verzorgd door Giuliano Lepelblad, technicus van Huawei. Lepelblad geeft aan dat het systeem heel veilig is, met name omdat niemand zonder toestemming kan inloggen, zegt Lepelblad. Volgens OWTSC-minister Patrick Pengel is het Safe City project erg belangrijk voor zijn ministerie. Voor ons is het heel belangrijk als stakeholder, omdat we praten over verkeersveiligheid en verkeerstechniek. Het is onze wensgeving om ook bij onze afdeling een commandcenter aangesloten te hebben op dit systeem, zodat wij proactief op verkeersopstoppingen kunnen inspelen en dat we vanuit onze commandcenter ook de werking van verkeersinstallaties kunnen bedienen. Waardoor we dus eerder verkeersopstoppingen kunnen voorkomen of kunnen anticiperen en het verkeer via verkeersinstallaties anders omleiden. Ik ben heel lief, dus hij zit er boven samen met ons hier. Onze pret is al ons leven, hoe we het gaan werken. We zijn heel met de counterparts aan tafel gaan. Als het een volgende kwestie zijn van de stappenplan uit te voeren en kijken waar wij dus kunnen instappen op het systeem. Maar het is wel voor ons heel erg belangrijk dat deze data er is. Er zijn ook verschillende verkeersstudies die gedaan kunnen worden. Die gedaan vanuit een kantoor kunnen doen, in plaats van door onze mensen onder de paraplu in de zon hebben. Maar die verschillende mogelijkheden, zowel voor studie als voor verkeersveiligheid en technische toepassing. Patrick Pengel, minister Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak zaterdag tijdens een demonstratie van het Safe City project, dat een onderdeel is van het Telesuur Nationaal Breedbandplan.